Ik ben Timon Meert en ik zit in het zesde jaar musical. En het is echt super geweldig. Ik ben Lopke en ik volg musical hier op Kunstmajora in Brussel. Ik ben Lisa Cossieux, ik zit in de richting musical op de Kunstmajora van Brussel. Ik ben Ayla Bergmans, ik zit in het zesde middelbaar. Ik doe musical, nu mijn tweede jaar, dus ik doe dat vanaf het vijfde. Wij waren het eerste jaar ook musical hier, dus ja. Ik heb deze richting gekozen omdat musical altijd al een grote passie is van mij geweest. Als klein kind, als ik keek naar musicals, wou ik zelf op het podium staan. En toen ik deze richting vond, dat ik deze kon doen, dan heb ik mij meteen ingeschreven voor audities te doen en dan, nu zit ik hier. De sfeer is echt super tof. Je bent echt de hele dag omringd door dat wat je graag doet, in mijn geval dan musical. Als je ook gewoon je algemene vakken volgt, zoals de talen, dan hoort je op de achtergrond piano, muziek van leerlingen die aan het oefenen zijn en zo. De sfeer op deze school is heel gezellig en veel vriendschappelijker dan op gewoon ASO-scholen bijvoorbeeld, waar ik ook heb gezeten. Mijn ouders waren ook in het begin een beetje sceptisch van hoe dat de school zou zijn, omdat het een veel vrijere school is tegenover het ASO. Maar ondanks alle kunstvakken die we hebben, blijven de algemene vakken wel nog heel hard op de voorgrond staan. Dus als je hier afstudeert, kom je wel met een deftig diploma binnen waar je wel nog alle richtingen uit kan. Je kan nog fysica of zo gaan studeren, maakt allemaal niet uit, want je komt met zo'n diploma buiten. Ik vind dat elke leerling het verdient om naar een kunstschool te kunnen gaan als hij dat wilt, omdat het echt gewoon zo tof is. Je bent de hele dag ondergedompeld in dat wat je graag doet en dat wens ik iedereen toe. Lang leven Kunsthumaniora Brussel. Kunsthumaniora Brussel. Lang leven Kunsthumaniora Brussel.